Welkom, dames en heren, bij een aflevering waar jullie altijd op hebben gewacht, namelijk No Limits. Maar wat nou nog specialer is, is dat ik iemand mee heb genomen die ik eigenlijk heb beloofd ooit mee te nemen. En die gaat me helpen om een achtbaan te maken in No Limits! Yay, dat ben ik. Het is Tim. Hey, Tim. En Tim heeft ons eerder geholpen in aflevering 20. Nee, veel lager volgens mij. 18? Nou, of 12 of zo. Nou, dit was de eerste keer. Dat was eerste keer dat ik Team Speak joinde. Ja. Echt waar? Oeh, ja, toen ken ik nog helemaal niemand, de eerste keer. Eerste keer, mailtje gestuurd. Ja. Ja. En dat Tim me geholpen en toen hebben we hem aangenomen als medewerker bij ons in Disneycraft. Maar dat heeft natuurlijk niks met No Limits te maken, maar het heeft wel te maken met Tim. Want Tim heeft me geholpen met No Limits en dan gaan we dit keer weer helpen om een achtbaan neer te zetten. Dat gaat heel veel tijd kosten, dus ik hoop dat jullie bereid zijn gewoon lekker deze aflevering uit te kijken, of ja, te zien. En misschien helpt het je wel met de uitleg van Tim en dan kun je gewoon meedoen met de tutorial, want dat is eigenlijk ook een beetje een tutorial idee. Ja, precies. Maar ik heb al genoeg gezegd, nu laat ik Tim aan het woord en die gaan me vertellen wat ik moet gaan doen. Tim. Oké, daar gaan we. Nou, allereerst, je hebt een No Limits scherm en je hebt dan op play. Klik je op de editor knop. Editor is het maken van een achtbaan. Oké, we krijgen allemaal tips, maar die wil ik niet, hè? Oké, nee, die kan je overslaan. Ja, die, dat is allemaal niks. We hebben geen tips nodig voor de rest. In het normaal Nederlands, dat is allemaal woorden die je niet snapt. En ik zie 3-4 vensters en ik weet nog ongeveer wat dat betekent. Een van de voorzicht, een zijaanzicht, geloof ik, hè? Dat soort dingen. Maar, misschien voor de mensen die dat niet hebben, dan druk je op File. Dus linksboven zie je File, Preferences. Yeah. En dan View Layout moet je op Quad View. Quad View, Dingle, inderdaad. Die dubbel, helemaal quad. Onderin, ja, View Layout, hier Quad View, goed zo. Nou, die staat bij mij goed. Heb je 4 van die schermpjes. Top. Je kan zelfs de background selecteren. Wat heb jij? Heb je ook gewoon zwart? Ik heb gewoon heel klein beetje zwart-bruinig. Niet bruin. Blauwig. Beetje blauw, ja, blauw-zwart inderdaad heb ik ook. Ja. Nou, dan laat ik hem gewoon lekker op staan. Oké. Top. Vertel. Nou, dan druk je nu op nieuw. Bij file druk je op nieuw. Nieuw. En dan mogen we een achtbaan noemen. Ja. Zullen wij het noemen? Nee, dit is je naam van je park. Dit is het naam van je park. Oh, de park. Oh. Parknaam. Ja, zullen wij het noemen Eendenpark? Ja? Ja, is goed. Oké, nou die ga ik nu aanmaken. Druk ik op oké. En dan yes. Alles, kijk, nu gaat hij iets aanmaken. Creating background. Hij gaat alles aanmaken. Dit is dus standaard wat je doet in No Limits. En we krijgen inderdaad het venster te zien van ons terrein. Nou, prachtig joh. Ja. Nou, dan ga je naar coaster. Coaster. Dat is het tweede tabblad linksbovenin. Nee, klopt. Dan druk je op nieuw coaster. Dus nieuw coaster. Nieuwe. Oh, en dan mogen we het... Naam van je achtbaan. De Duck Coaster. Ik vind het wel mooi. In het ene park staat een Duck Coaster. Dat is toch, misschien. Ja, logisch. Ja. Dus nou, daar zie je bij je alles drukken, nieuw, weer import, delete, al dat soort dingen. Dan druk je op properties. Coaster properties. Coaster properties. Dat is het tweede, de volgende wat je doet. Ja, en dan kan je weer, als je wil, je naam weer veranderen en description erbij voegen. Nou, de stijl is denk ik wel belangrijk, de tweede tabblad. Ja, de stijl. Ja, dan kan je kiezen. Wat voor achtbaan. Ja, we hebben veel verschillende achtbanen, hè? Jeetje. Ook kiezen, 4D coasters zie ik zelfs. En ik zie een Classic Steel Looping Coaster. We hebben een corkscrew. Zelf ben ik nu met een rocket coaster bezig. Maar een rocket coaster, laten we eens kijken hoe die eruit ziet. Tussen laten. Zo, ziet al pittig. We hebben de Wing, we hebben de motorbikes. Even kijken, de Flying Dutchman. Ik wil wel een leuke achtbaan. Hout wil ik niet. Maar de ondersteuning wordt ook natuurlijk heel moeilijk, hè? Ja. En welke heeft automatisch ondersteuning? Welke dat had? Is alleen hout. Dus alleen de... De houten. Ja, die wil ik niet. Ik wil wel een leuke hoor, een gave. Eindelijk een classic. Vorige keer hebben we ook een houten gemaakt. Ja, klopt. En nou wil ik wel iets vetters. Ik zit te kijken, want het is een lastige keuze hoor. Geldt het ook voor de Gravity Group Timberliner? Dat is ook automatisch. Ja, automatische ondersteuning. Heeft die vind ik wel stoer. Nou, hij is hout. Zullen we die doen dan? Ja, is goed. Ja, de Gravity Group Timberliner. Oké. Ja. En dan gaan we naar mode. Mode, nou ja, dat zo laten. Ja? Nou, tenzij je hem achteruit of wil afschieten of iets dergelijks. Nummer van treintjes. Zullen we 8 treintjes of 8 karretjes doen voor 1 trein? Ja, kan. Oké, die hebben we gekozen. En de kleuren. Kleurtjes kiezen voor je alles. Nou, dan noemen we het natuurlijk geel, want de baan is natuurlijk eenden. Dus dan moeten we geel. En dan de karretjes zijn natuurlijk gewoon lekker bruin. Het wordt wel een hele aparte achtbaan zo, hè? En supports, die moeten bruin blijven. Dus dan ga ik naar bruine kleur. Zo. En de tunnel hebben we denk ik nog niet. Nou, dat ziet allemaal leuk uit. Ik heb het allemaal gezet. Oké, top.
Moet ik hou hem gewoon klikken? Op de standaard. Ja, op oké. Oké. Dat is weer verloren. Ja. Nou, dan druk je nu op track. Dus dat is je baan. Dus het derde tabbladje van links bovenin? Derde tabblad. Ja. Dan druk je op start vertex. Een vertex is een baandeel, wordt dat gezien. Start vertex. Dat is het eerste wat je begint om een achtbaan te maken. Ja, de start. Oké, ik klik erop. Ja. En dan heb je, als het goed is, heb je in één van die vier schermen heb je de top staan. Klopt dat? Dat staat rechts, van die dingetjes. Ik heb een top, ja, klopt. Ja, linksbovenin, ja. En dan, op het beeldscherm moet je hem gewoon even slepen. Begin, klik. Oké, en hoe maak je hem recht? Is dat makkelijke toets om hem recht te doen? Of? Nou, hij gaat automatisch recht. Automatisch is hij recht. Oké, tof. Precies zo. Nou, is het goed. Ook even ik heb hem gemaakt. Hoe lang moet het zijn? Er staat onder in het beeld, zie je hoeveel meter. De x-as, de y-as en de z-as. Want ik heb nu niet zo... Mijne is nu, ik heb er een van 22 meter. Maar ik mag hem nou ook wat langer maken. Dat maakt niet uit dan. Dat maakt niet uit, nee. Okay, ik heb ook nog niet. Ik heb een heel lang station, maar dat vind ik mooi. Mijn is 20 meter. Oké, top. Maar ik vind ook dat hij wat hoger moet beginnen, maar dat krijgen we dadelijk pas, of niet? Ja, nou, dat kan je ook doen vanaf je front view. Ik weet niet of je die aan hebt staan. Ja, die staat niet aan, maar die gaan we gewoon aanpassen. Ja. Gewoon front. Ja. Zo, ja. Dan maak je het net zoals op je Windows beeldscherm, dat je gewoon kan je slepen. Zo'n vierkantje. Moet ik dan add vertex, moet ik dan nog niet doen, hè? Nee, gewoon niks. Als je hem hoger wil, kan je gewoon zo slepen eigenlijk. Als een vierkantje wat je ook op je beeldscherm hebt. Oh, hij maakt het... het lukt niet helemaal. Omdat add vertex staat aan, moet ik dat... Je moet naar select modify. Oké, tof. Nee, dat is inderdaad... Foutje, dat staat standaard aan. Ja, ik doe gewoon alsof ik een noob ben, want ik weet het al wanneer. En dan... Sorry. Waar klik ik dan op? Ja, nou dan zie je dat hij hier helemaal wit aangeslagen. Dat hoop ik. Ja, ik selecteer hem allemaal, alles, ja? Ja, je hebt alles geselecteerd. Ja. Nou, dan kan je hem nu naar boven slepen, naar beneden, wat je wil. Oh ja, maar ik sleep hem naar boven. Ik doe hem... Ja. Even kijken, ik doe hem wel een beetje hoog. Zo, ja, ik heb hem nu iets naar boven gezet. Mooi, dat is goed. Dat is helemaal goed. Dat heb je gezien rechts onderin. Zag je het inderdaad dat het omhoog ging, hè? Ja, prima. Ja. Okay. Dus dan heb je hem nu wat hoger. Ja? En dan druk je nu, in plaats van start, vertex, druk je op add. Add vertex. Add, ja. En dan begin je altijd, moet je altijd doen, met twee hele kleine tikjes. Dus tik en nog twee hele kleine baandeeltjes. Oké, moet hij die naar voren wijzen of moet hij die links? Ja, naar voren. Oké, moet hij die heel recht naar voren? Ja, hangt er vanaf hoe je baan wil, maar dat is nu al zo handig. Oké, ik heb twee stukjes naar voren gedaan. Ja. Oké. Dan zit hij nu naar voren en dan kan je hem, stel, je wilt hem een beetje naar beneden doen. Ja. Dan ga je bij het front view, dus vanaf het voren, front. Ja. Druk je hem een beetje naar beneden, maar je ziet zo'n hele dikke witte lijn. Dat is eigenlijk de grond. Dat is de grond. Daar doorheen gaat, zit je... Je klikt nu naar beneden, maar dan gaat hij echt heel erg stijl naar beneden al. Stijl. Dat hele, die hele baan of alleen dat gedeelte? Alleen dat kleine gedeelte. Dan doe je hem iets verder bijvoorbeeld. En dan, je moet hem niet 90 graden echt doen. Nee, natuurlijk, klopt. Maar gewoon een beetje tevoren. Ik maak gewoon een beginnetje. Naar beneden. Zo, ik maak een klein kuiltje zo. Ja, en dat gaat heb ik nu ook. Wanneer gaat hij die mooi maken dan? Dat doe je zo. Door weer op select modify te drukken. Wacht, ik ga eerst een stukje baan maken zo. Oké, is goed. Een klein bochtje heeft hij nu. Ja. Heel klein, zo. Hij mag eigenlijk iets anders nog. Ctrl-Z, kan je dat mooi maken zo? Ja, dat is heel goed dat je dat al weet. In. Ja, dat weet je de dingetjes, weet je de Windows dingetjes. Ja, dat zijn ik heb nou een stukje baan. En dat ziet er nou zo uit. Voor de mensen die kunnen kijken hier, je gaat een stukje naar beneden, wel stel. Nou ja, het gaat ook een beetje door de grond zelfs. Oh jee. Als je onder de grond gaat, zie je die blauwe balletjes, zie je dat? Ja. Die kan je gewoon naar boven slepen via view. Ik zie het. Oh mooi, dat gaat goed komen. Dat gaat goed komen. Nou, dat gaat helemaal niet goed komen, want het loopt allemaal in de prut. En Tim moet zelfs een stukje baan voor me gaan maken en naar me opsturen, want ik kwam er gewoon niet meer uit. Bekijk het maar. Nou mensen, ik hoop dat jullie thuis wel is gelukt, want mij is ik snap er helemaal geen reet meer van. Ik liep helemaal te stressen, ik liep te vloeken, ik wist het allemaal niet meer hoe ik moest. En Tim heeft gewoon even voor mij het gedaan. Dus hij heeft gewoon even mooi de achtbaan voor mij mooi gemaakt. En zoals je ziet, links onderin heeft hij ook een toetakeling gemaakt zelfs. Nou, het is toch wat. En nou kunnen we dus naar beneden. En hoe gaan we dat doen?
Ja, dan wordt de vraag of dat gaat lukken. Waar kan ik het beste in werken, Tim? Nou, ik zou als ik jou eens in de front view gaan. Even kijken. Zie je hem. Dat doe ik dan linksbovenin, doe ik in de front. Ja? Ja, oké, dan zie je hem. Ja. Maar nu gaat hij toch aan de achterkant werken. Hoe gaat hij nou, waarom gaat hij nou verder achterkant? Aan de achterkant? Ja, automatisch als ik Add Vortex doe, gaat hij verder bouwen aan de achterkant van de achtbaan. Hè? Ja, druk eens op select. Oh, wacht. Oh, dan moet je je muis pakken die automatisch als je daar naartoe gaat. Oh, dit is het. Oké, perfect. Oké, hij gaat nu een beetje naar beneden. Ja. Ik ga gewoon een paar van die knopjes zetten zo. Ja, gewoon van die knopjes zo. Zetten. Het is gaaf zoals hij even een beetje naar boven blijft. En we kunnen inderdaad zien bij die speed hoeveel speed hij nog heeft. En ik maak gewoon iets heel bijzonders. Dat hij een klein beetje... Dat hij het net haalt, hè? Zo. Ja, of net. Of je wilt de vaart inhouden. Dat, ja, dat is ook wel gaaf. Nee, nu gaat hij nog keihard naar beneden. Het liefst dan natuurlijk recht naar beneden. Ik weet niet hoeveel. Nou, natuurlijk. Dus als je hem netjes wil hebben, moet je even dat diepumpen in dat element. Ja, want hoe zie je nou waar de onderkant is? Is dat, zeg maar... De onderkant is die hele dikke witte lijn. Die dikke lijn, witte lijn, toch? Ja, toch wel. Dikke witte lijn, dat is de grond. Oké, hij gaat er wel heel stel hoor. Ik denk dat ik hem sowieso wel moet veranderen. Want ik ben nou iets aan het maken en dan denk je van Vincent, het ziet er niet uit. Maar dat gaan we oplossen. Onrealistisch. Je mag hem ook een beetje onrealistisch doen natuurlijk, hè? Kijk, ja, natuurlijk. Het is no limits, geen einde. Nee, daarom. Dus... Oh, niet snel, maar moest ik op klikken ook alweer? Element, die pump, element. Verticus. Element, die pump, vehicles. Ja, verticus. Ja. Verticus, ja. Oké, hij is inderdaad dan wel mooier geworden, maar hij gaat wel echt heel snel. Nou, dan kan je die natuurlijk, die bolletjes, die kan je een beetje naar rechts schuiven. Zodat die... Oh ja, ik zie het. Ja, hij maakt die volop minder vaart, hier maakt hij wat minder vaart. Oh, ik denk dat het best wel een lekkere, diepe kuil wordt. Dan gaan we verder. We gaan weer naar coaster. Ik denk dat ik een beetje nu dat het wat beter gaat nu. Ik weet, in het begin ging het even minder. Top. Maar dat kon gewoon puur omdat het niet lekker ging met het baan bouwen. En nu gaat hij weer natuurlijk naar beneden. Maar we moeten natuurlijk ook een bocht maken. Dat is natuurlijk nu belangrijk. Hoe maken we nou zo'n spannende, schuine bocht? Net als de Vliegende Hollander, weet je? Dat hij net zo schuin gaat. Oh, zo. Dat hij zo'n... Ja. Hoe doen we dat? Of laten we beginnen met een normale bocht, dat is het makkelijkst. Oké. Nou, dan ga je weer Add Vertex, zoals altijd. Druk je weer naar de top view. We gaan naar de top view, die moet ik even gaan zoeken. Ja, de top view zie ik nu, ja. Oké. Nou, en dan doe je één dingetje gewoon naar voren, gewoon zoals je normaal doet. Ja. Voren. Ja. Dan naar links of naar rechts, naar boven of naar beneden, zoals het nu is. Maar, zit ik nou weer aan de achterkant te werken? Hij pakt hem elke keer aan de achterkant. Jawel, bij de top pakt hij hem weer aan de achterkant. Goed dat ik het even zie nu. Oké. Ja, de voorkant doe ik nu, ja, en dan? Doe je hem een beetje naar voren. Ja, doe ik, heb ik al. En dan gewoon naar links of naar rechts. En dan die automatisch staat er in drie stappen. Oh, zo. Voren, in het midden, dan helemaal. Ja, zoiets. Ja, ik heb een bochtje, maar hij ziet echt heel ijs te scherp, hoor. Kan je hem natuurlijk ook een beetje uitbreiden door hem wat groter te maken. Ja, doe ik nu. Knoppen wat verder van elkaar. Of dat er wat mooier uitziet. Kijk, dit kan al iets beter, ja. Tof. Oké, top. Dan ga je nu. Nu komt het leuke. Nu druk je op, in plaats van top view, druk je op track. Dus dan ben je op top view doen op we je track. Baan. Ja? Ja, dus dan ben je nu op je baan. Ja, klopt. Oh, grappig. Je kan hem rijden. Ja, je kan hem bereiden gewoon met WASD. Maar ik druk op D en dan gaat hij weer helemaal terug naar het begin, dat is jammer. Oei. Oh ja, klopt. Als je alleen W en S eigenlijk. Dat zijn de enige knoppen die je W en S, ja. Oh, gaaf. We hebben wel steile dalingen, maar dat gaan we dan nog wel fixen. En met shift dan ga je er gewoon even wat sneller overheen. Ja, gaan sneller inderdaad. Maar ik wil wel de bocht een beetje schuiner doen natuurlijk, hè? Dat gaan we doen. Nu moet je even overal over je baan geen vertex plaatsen, maar rollen. R-O-L-L, rol. Kun je gewoon klikken. Waar zo? Doen we dat? Select modify? Dat ook in je track. Nee, staat gewoon bij je track. En dan zie je start vertex, add, insert en zie je add, roll. Add, dus, roll, ja, zie ik. Ja. Dan moet je gewoon even over begin van je baan beginnen. En dan gewoon overal gewoon rollen neerleggen. Gewoon klikken op je baan als je er gewoon overheen gaat. Gewoon om de zoveel tijd. Gewoon bij top view doen? Bij track view. Dat je over je baan gaat. Track view?
Ja, ik ga nu over mijn baan, ja. Moet ik helemaal gewoon naar achter, wat een gedoe. Ja. Gewoon rollen toevoegen. Gewoon als je er overheen gaat, rustig een rolletje toevoegen. Zoveel Maar hoe kan je dat doen? Dingen. Want ik heb op geklikt en dat doet niks. Moet ik hem eerst selecteren tot de baan? Nee, hoeft niet. Dat doet hij niet, hoor. Is ook gewoon nog blauw. Antrol doet hij niet. Weet je, op de zijkant moet je klikken. Op de zijkant. Oh ja, dan doet hij dat wel, ja. Dan pakt hij hem, ja, top. Maar, ja. Ik klik één keer en dan? Nou, dan gewoon verder gaan. De rol betekent dat hij gewoon recht gaat en dat hij niet schuin. Nee, maar ik wil dat hij schuin gaat juist, want die bocht moet schuin. Je bocht moet toch pas schuin? Je normale baan niet. Wat Tim dus bedoelt is dat je dus een bepaalde rolletjes van die kleine rolletjes op de baan gooit. En dat de normale rolletjes de baan recht maken, want die staan automatisch op 0 graden. En dat als je een bocht wil maken en je wilt hem schuiner doen, dat je dan op de rook dubbel klikt en dan de graden aanpast zodat hij dus schuin gaat. Dat is het dus. Ik snap hem. Ga ook even snel wat in elkaar bouwen. Kijk, laten we zeggen we gaan de baan een beetje zo maken zo. Shit. Oké, om jullie heel veel beeldmateriaal te besparen en dat de video geen 3 uur duurt, kan ik je uitleggen wat er nu gaat gebeuren. We moesten de baan connecten. Dus op een gegeven moment, het eindpunt moet connecten met het station. Dus wat we moeten doen, is het balletje klikken van het eindpunt en het balletje klikken van het station. Als je die allebei hebt geselecteerd, want je drukt op control, je houdt hem ingedrukt, je klikt 2 keer. Dan hebben ze allebei geselecteerd. En dan zie je links onder, bovenin zie je connect staan. Als je dat klikt, dan verbindt hij ze aan elkaar. Maar dit bespaart heel veel beeldmateriaal. Dus daarom zeg ik het via deze manier. Kijk, we maken wat Tim zei. Als je op de track zit, wat ik nu dus doe, kan je dus met No LED GeForce, kan je dus al die bochten schuin maken. En dat hebben we nu gedaan. Kijk, we gaan nu zo. En dan gaat hij recht. En dan moet hij hier weer wat schuiner gaan. Dus die weer, en dan klik weer Note LAT GeForce. En dan gaat hij wat schuiner. Dat kun je bij die ook doen. Zo, heel simpel dit. Dit gaat best wel goed dit. Ja, hè? Ja, het gaat wel lekker, joh. Ik denk dat het best wel een lekker baantje wordt. Kunnen we hier Note LAT GeForce doen, zo. Dan gaat hij weer iets schuiner maken, zo. Komt hij erheen. Zo, en aan het einde moet hij echt extreem schuimen. Hoe gaan we dat dan doen? Extreem schuimen, dan druk je weer gewoon weer de roll point. Dan kan je zelf invullen. Bij die min 45 of 45 zie je hoeveel graden die de rollen. Oké, is op die manier. Want kijk, hier krijgen we het einde. Je mag die ook wel. Min 1. Die hele team heel langs. Min 1, ja. Oh, daar gaat hij. Ja, ja, of tuurlijk. Plus 1. Of ik weet niet welke kant. Nee, hier gaat hij min dingen doet. Min 43 al. Maar hij mag voor mij nog schuiner, hoor. Dat is kan gaaf, je dan ook zelf bijvullen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus we gaan nu even kijken. We gaan nu terug zo. En dan komen we hier aan. Ja, de schaven, kijk, zo'n bocht is, vind ik heerlijk zo. Tof. Dus, maar dit moet natuurlijk nog schuinen. Dus deze gaan we dan min. Dat maakt niet uit als ik dit aanpas. Bijvoorbeeld naar 28 of zo. Apply. Kijk eens. Dan gaan we hier. Oh, dit is gaaf. En hier mag hij nog schuiner. Ik denk dat dat wel echt heel gaaf is. Als we dit min 70 maken of zo. Kijk. Zo'n gevoel moet ik hebben. Ja, dat vind ik heerlijk dit. En dan wordt dit min 90. Kijk. Dat zijn de dingen. Daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Ja, dat zijn de bochten. Dat zijn de bochten. Jij snapt hem. 81 doe ik. Min 81. Dit is. Oh, hier mag hij ook nog maar even zo'n dingetje. Kijk, hier mag hij dan min 75. Apply. Zo, dit. Nou, nah, dan word je jaloers op die achtbaan hier. Zo. Tim. Lachen. Ja. Dan word je jaloers op dit. Ja, ik hoorde het. Zo, jeetje. Doe ik niks. Ik zie mijn eigen baan. En dan gaat hij hier gaat hij gewoon normaal. Kijk, doe ik die. Zo, dan doe ik een klein beetje schuin nog. En dan daar komt hij op het einde. En dan doe ik weer No LED GeForce zo. En dan komt hij aan zo. En dan is het einde. Juist. Lekker vaartje. Doe nog wel even remmetjes, hè, bouwen. Ja, remmetjes. Moeten we nog even doen, ja. En ik denk dat mijn baan al klaar is om te bekijken, jongens. We kunnen mijn baan doen. Ik ga hem opslaan. Ik denk dat ik gewoon... Misschien dat ik als ik de baan rijd, dat ik dan denk van dit kan misschien beter. Maar dit is de layout wat je hier ziet links. Hij is simpel, maar misschien wel heel erg leuk voor gewoon een eerste achtbaantje. Ik ben er nou al verliefd op. Nou, na heel veel gezeik en gedonder is de baan klaar. Maar willen we natuurlijk ook wat omgeving doen. Ik heb nog nooit een berg gebouwd of iets. Ik heb wel een paar boompjes vroeger neergezet. Maar misschien hopelijk gaat Tim mij helpen om een leuk bergje te maken. Of een boompje of zo. Vertel, Tim. Nou,
Brandbos. Je bent nu in de Scenery tab. Weet ik niet, daar moet ik nu op klikken. Scenery, daar gaan we naartoe. Scenery, ja. En dan druk je op, zie je reload, show properties, al dat soort dingen. Dan druk je op de onderste, bij choose, kies. Choose, ja, dat heb ik, ja. Dan krijg je een nuutje, dan druk je op library. Ik ben nu in een menu, maar dat is Parkbase. Ja. Ja, en dan moet je op library. Library, ja, heb ik nu, ja. Ja, en dan krijg je background, demo objects, al dat soort dingen. Right, splash, ja. Ja, dan druk je op trees and plants. Ja. Logisch. En dan heb je allemaal boompjes. Oh. Oh, 3D trees zelfs? Ik heb 3D trees. Ja, die heb ik ook. Kom je klikken? Dubbelklik op de boom die je leuk vindt. Ja. En dan druk je op add object. Je ziet select modify staan. Ja, add object. Add object. Ja, en dan kan je gewoon klikken waar je hem wilt hebben. Een paar keer plant ik ze gewoon. Ja. Oké, okay, dan laten we ze. Ik ga ze een paar planten, want de boompjes weet ik inmiddels wel, maar de bergjes ben ik wel heel benieuwd naar en het waterriviertje. Ik zou ook heel graag waterriviertje willen doen. Oké. Ik heb dan wat. Ik ga wat boompjes toevoegen, dus ik ga gewoon willekeurig wat selecteren zo. Dan doe ik daar nog wat paar. Rollercoaster Tycoon 3 stijl dit, hè? Gewoon klikken. Ja, dit is Rollercoaster 3, ja. Zeker weten. Moet wel mooi eruit zien, maar ik wil daar een beetje een waterriviertje en eromheen wat boompjes. Kan je me daarbij helpen? Tuurlijk. Dan ga ik hier nog een paar boompjes plaatsen. Zo, ik heb wat boompjes geplaatst. Zoals je ziet ook hier. Ze staan nog een beetje, mogen wel dichter bij elkaar dadelijk. Maar het gaat om het idee, hè? Oké, vertel. Ja. Hoe gaan we een waterriviertje toevoegen? Is dat moeilijk? Dan gaan we naar terrein. Terrein? Ja, terrein. Ja, terrain. Ja. Dan krijg je weer hele lastige dingen. Ja, klopt. Ik zie het. Ja. Nou, dan zie je een dingetje die naar beneden kan uitklappen. Dan zie je 1, 1 point influence, 2, 4, 8, 16. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat zijn die punten. Ja, moet je Je moet weer op set markers, volgens mij. Nee, je moet op modify markers moet je drukken. Ja, maar ik kan alles wijs maken hoor. Modify markers. Helemaal onderaan. Helemaal onderaan. Ja, dat doe ik nu op zie je modify markers. Ja. Dan zie je in je top view, daar kan je het beste doen. Ja, dat doe ik nu, ja. Dan zie je een dingetjes, een witte puntjes tevoorschijn komen. Ja, klopt. Ja. Nee, die kan je dus naar boven en naar beneden doen. Met je muis. En dan krijg je bergen en dingen. Je krijgt bergen. Als je hem naar boven doet. In topview. Ja. Dan als je hem ingedrukt houdt. Helemaal niks. Hoeveel heb je hem staan? Op hoeveel heb je hem staan? 1 point. Oké, ja, zet hem maar op 8 of 16. Dan zie je het beste. Oké. Ik wou net zeggen, ik zie helemaal niks. Modify marker of set marker? Modify. Nou, lieve Tim, je bent een hele grote vriend. Oh, het duurt heel lang. Het is heel... Het duurt lang. Jeetje. En je ziet het beste in perspectief, kan je het zien. Maar via top kan je het beste aanpassen. Ik zie het, ja, hier. Ik ga hier een bergje plaatsen. Oh, dit wordt leuker. Maar dadelijk gaan we een bergje doen, hè? Of gaan we En water is precies hetzelfde, maar dan doe je muis naar beneden. Echt? Maar komt er automatisch ook water in dan? Ja, er komt automatisch water in, probeer maar. Dan ga ik het wel groter maken, dan zeg ik 64 points. Dat is veel, hè? Zo doet hij hoor. Ja, dat doe ik even. Ik wil ook hier een grotere berg, goeie hier. Hier wil ik echt een huge berg, maar het duurt super lang voordat je hem omhoog krijgt. Dat klinkt zo raar. Het duurt heel lang voordat hij omhoog gaat. Kan ik dat versnellen of zo? Of is dat geen mogelijkheid? Nee. Dat is geen mogelijkheid. Het is geen mogelijkheid, dat moet echt handmatig. Jeetje. Ik heb nog wat bergjes gemaakt en ik wil nou... wat meer, hoe zeg je dat? Ik wil wel een klein beetje kleuren op de berg, kan dat? Ja, dat kan. Ga je weer naar terrain? Zelf nog nooit gedaan, maar we gaan het proberen. Want dat zeggen, ja. Moeten we gaan proberen dan? Oké, we gaan naar terrain, ja? Zijn terrain settings? Terrain settings? Ja, dat denk ik. Crash, load setup. En dan simply. En dan ga ik rock. Selecteer ik. Oké. Ja. En dan. Wat moet ik dan doen? Dit heb ik ook nog nooit gedaan, dus ik moet er even rock? Volgens mij ga ik het weten nu. Sneller dan ik. Voor mij lukt dat. Ja, voor mij lukt het. Ik voel me eigenlijk wel een beetje trots. Ik heb eigenlijk Tim geholpen terwijl hij me een vol uur helpt. Nou, dat is wel tof, toch? Leuk om te weten misschien.
Maar in ieder geval, je kan dus inderdaad in dat mapje kan je rock selecteren en gravel. Allebei de twee dingetjes. En dan kan je die gewoon, als je een beetje de berg omhoog doet, vooral de zijkant natuurlijk. Want de bovenkant, daar kan nooit echt rotsen op liggen. Ja, het kan wel. Maar het gaat vooral om de zijkant van de berg. Nee. Je moet echt allemaal klikken met de muisknop. Allemaal klikken. You kidding me? Je meent het. Serieus? Alles moet geklikt worden. Alles moet klikken? Ja. Je bent ook een mooie, jij? Weet je hoe lang dit gaat duren? Nou, ik doe het alleen maar om deze rivier, want anders... Da 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 di da 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 da. Zo. We zijn de laatste dingetjes aan toevoegen aan deze achtbaan. Dat het in ieder geval wel mooier uitziet. Hè, mooie omgeving, hou ik ervan. Ik ben eigenlijk best wel tevreden over dit, als ik eerlijk ben. Ik wil nog één boom kiezen, dat is namelijk deze 3D-plant. Die ziet er echt wel heel erg mooi uit. Deze, ik weet niet wat voor tree het is, maar een hele grote lijkt net. Oh, wat is dit dan? Oh, dat is een hele grote tree. Nou, die wil ik wel toevoegen. Dat is wel een leuke. Ik zal er maar een paar van toevoegen. En ik wil ook deze, die is lekker groot. Zo, attach. Kijk eens. Die zien er mooi uit, deze zeg. Er zitten een paar hele mooie bomen bij. Ik plaats hier nog een paar. Kijk eens, wat een grote joek. Wat een knoeperts. Dat is echt keigrote knoeperts. Zo, Tim, zullen we de ondersteuning verder doen? Ja, is goed. Leg maar uit. Okay. Super makkelijk. Druk op support. We drukken op support, stapje, ja. Oké. Dan druk je op de wooden generator. Wooden generator, ja. En dan? Dan druk je op generate. Zie je build mode. Generate final. Dus... Preview final? Of generate, ja, generate final? Generate final, ja. En op beeldstijl simpel. Niet als steeple als een. Wat is mooier? Is dat simpel? Is dat mooi? Ik heb hem op steeple, heb ik hem gezet. Dan ga ik hem ook zetten, ja? Ja, en druk je op oké. Oké, daar gaan we. Nou, hij heeft de ondersteuning neergezet, zoals je ziet. En wauw, dit ziet er veel schön uit. Echt heel schön. En ik zou zeggen, zullen we het achtmaal gaan doen, onze grote vriend Tim? Nou, ik ben heel erg. Weer terug naar coaster. Ja, we gaan naar coaster, ja. Druk je op freeze. Dan wordt hij... Waar zie je freeze? Oh, daaronder. Ja, freeze, ja. Jee. Ik vind het wel heel spannend hoor, Tim. Het is wel iets waar we gewoon al echt... Ik ben er al bijna een uur mee bezig. En wauw, wat een werk is dit toch, hè? Ja, dat mensen zoveel moeite doen in zo'n achtbaan. En je hebt kans dat die niet eens vloeiend is. Of je hebt de kans dat er iets misschien aan gaat gebeuren. Een witte achtbaan. Kan ik het nog bruin maken? Kan dat nog? Oh, dan moet je weer unfriezen. Och, echt waar? Ja. Oké, en dan gaan we naar... Waar gaan we naar? Coaster Properties? Ja, en dan kan je weer naar Colors. Colors. En dan zeggen wij, de rails moet dan bruin, hè? Ja, kan. En supports moeten ook bruin. Zie je dat gelijk al veranderen dan? Nee, hè? Pas als je hem vriest, zie je het pas. Wat zijn chases dan? Wat zijn dat, chases? Ja, ik heb geen idee. Ik doe alles gewoon bruin, wat ik niet weet. Wat ik wel weet, doe ik de kleur die ik wil. Oké, de achtbaan staat klaar. Hij staat helemaal klaar. En hoe gaan we deze bestrijden? Nou, dan druk je op Leaf Editor. File, Leaf Editor. Kijk hoor, eerst save. Op File, Leaf Editor, ja. En dan Play? Play. Daar gaan we jongens. Dit is spannend, mijn eigen achtbaan. We zitten erin. Het station is hier inderdaad. En we gaan naar beneden. De kar is inderdaad geel met rood. Ik heb ervoor gekozen. We gaan omhoog. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er zo vertrouwd uit, hè? Vind je? Ja. Het ziet er heel vertrouwd uit. En die 3D-bomen zijn echt schitterend. Ja, mooi. Maar de bergen zien er mooi uit. Nou, ik ben tevreden. Oh jee, daar gaan we. Oh, daar gaat het vaart verliezen. Oh jee, ja. Yeah! Oh, dit is gaaf. Hij is heel gaaf. Ah, vet. En dan hoop ik dat hij hier die vaart erin houdt, want... Oh, dit is jammer dat hij een beetje niks doet, maar dat het hoeft niet alleen maar schuin. Oh, die fok, die doet mooi zo. Oh, dat is mooi. Oh. Nou jongens, dit is zeker weten een pluspuntje. We gaan niet meer zo hard nu. Dat is jammer, hij verliest een beetje vaart. Oké. Maar hij heeft nog wel een vaartje hoor. Dus voor een eerste achtbaantje zeker geen misser. Maar je bent er lang mee bezig. Ja. En we gaan nu de laatste bocht, we gaan heel schuin. Oh! En kijk of het einde niet met een knikje vastloopt. Oh, dat valt nog best mee.
Want dat valt mee. Oké, netjes. Yeah! Ik vond het vet. Deze achtbaan heeft gewonnen. Ik ben heel tevreden met mijn eerste exemplaar. En eigenlijk is hij veel mooier dan ik had verwacht. Ik vond trouwens echt die mist, vond ik hier echt tof. Dat hieronder heb je echt, kijk dan joh. Nou, dit ziet echt gaaf uit. Dit maakt wel echt iets heel vets. Ik weet niet, het doet iets. Tof. En ik ben heel tevreden over het... deze attractie. Bedankt Tim voor het meedoen. Ja, en graag gedaan. Goed dat jullie zo lang hebben volgehouden om deze aflevering te kijken. Maar dit hoort er gewoon bij. En we gaan in de toekomst zeker nog wel eens een achtbaan maken. En nogmaals Tim, echt super bedankt voor je moeite. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Geef vooral een like en vooral voor Tim zijn uitleg. En natuurlijk ook voor deze prachtige coaster. Vergeet niet te abonneren en zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe No Limits achtbaan coaster die we gaan rijden. 3 achtbanen maar liefst. Doei doei! Doei!